Nou, ik denk dat de scorebord al genoeg zegt. Van onze kant ging was het echt dramatisch. En dan, daar heb je in ieder geval niet op getraind en voorbereid. Dus alles ging mis vandaag. Ik heb het juist gezegd in de kleedkamer. De eerste 20 minuten waren schitterend. We starten heel goed, heel goed. Zowel verdedigend als aanvallend. En dat zag je ook in het resultaat natuurlijk. Je komt 6 doelpunten voor. En dan hebben we er zo 10 minuten zo wat, we beginnen te vervangen. En hebben we toch wel stilte waarop we slechte passes geven. We hebben slechte shots. En daar komt Quintus terug naar 3-4 doelpunten. Dus dat zouden we moeten laten. Maar ik vond dat we schitterend starten. Ongelooflijke motivatie, instelling. Dat was knap. Ja, ik denk als je de wedstrijd gezien hebt dat het voor zich spreekt. Ik denk dat we een collectief falen hadden vandaag. Echt. Ik denk dat we na de voorbereiding niet zo slecht hebben gespeeld als vandaag. Denk ik, ja. Ja, dat doet goed, hè, om op deze manier te winnen. Met toch 10 goals verschil. Dat geeft veel vertrouwen. Was je tevreden van het spel vandaag? Ja, zeker wel. Ik denk dat we vooral goed starten. Dat we eigenlijk in de eerste paar minuten al een verschil kunnen maken. Dan het einde van de eerste helft is iets minder. Maar dan kunnen we eigenlijk de voorsprong die we hebben behouden. En dan in de tweede helft doordrukken en dan merk je dat de anderen fysiek tekort komen en geen echt antwoord hebben tegen die 3-2 die we spelen.